Mijn naam is Mathieu van der Giessen. In deze video wil ik jullie laten zien hoe ik een ovale plantenbak maak. Daarna in een slipdompel decoreer en vervolgens rauw glazuur. Ik ga een ovale plantenbak maken en als eerste draai ik daarvoor de wanden zonder bodem en later wordt je op een losse bodem gemonteerd. Dus ik open de klei tot op de plaat. En dan ga ik hem langzaam naar buiten brengen. Belangrijk is dat ik met mijn rechterhand heel veel neerwaartse druk geef, omdat die ringklei anders los zou schieten van de plaat. Ik ga hem zo meteen ovaal trekken en dan moet ik dus zorgen dat ik hier genoeg ruimte heb om de breedte in te gaan. Dus ik moet op tijd stoppen met naar buiten gaan. Dan ga ik hem optrekken. Ik wil dat hij een dikke bovenrand heeft, dus die laat ik nu gelijk al extra dik. Ik wil nog een sierrandje onder de dikke bovenrand, dus ik maak die nu ook gelijk. Ik breng nu heel veel water op de plank en snij hem een paar keer los door het water om te zorgen dat er een filmpje water onder de pot komt, zodat hij als het ware gaat drijven. Dus ik ga een paar keer heen en weer. En als het goed is moet hij nu doen wat ik wil. Overtollig water alvast weghalen. Vertraagt het droog anders alleen maar. Nog een keer extra lossnijden zodat ik dat hij bij het drogen goed kan bewegen. Ik heb ongeveer evenveel klei nodig als voor de wand zelf om een bodem van de juiste dikte te krijgen. En uiteraard moet ik zorgen dat hij qua diameter overeenkomt met de lengtediameter van de wand die ik gedraaid heb. Beide zijn nu leerhard, hebben anderhalve dag zo'n beetje gedroogd.
bodem. Zetten we erop. Aftekenen. Ik zet even twee streepjes zodat ik weet welke kant op welke plek in de bodem moet. Ik gebruik trouwens in de regel dunne aardappelschilmesjes om mee te snijden. Omdat ze dan net wat dunner zijn dan het gemiddelde pottenbakkersmes. En daardoor er dunner doorheen gaan. De plek waar de wand moet komen maak ik ruw. Een afgezaagd kammetje is een geweldig gereedschap daarvoor. Hetzelfde doe ik met de onderkant van de wand. Dikke prut onderuit de draaiemmer als plakmiddel. Even opletten waar mijn streepjes staan, zodat hij er weer op dezelfde manier opkomt. Aandrukken. Even een keer omdraaien om de bodem ook van onderaf even goed erin te drukken, zodat er een goede verbinding ontstaat. Kruissteekjes maken voor de verbinding. Van beneden naar boven en van boven naar beneden. Zodat de klei onderling goed in elkaar gedrukt wordt. Binnenkant. Bij draaien hou je altijd, wij noemen dat een olifantenpootje over. En die gebruik ik juist ook om de aansluiting aan de binnenkant op de bodem te maken. Dat je een mooie ronde overgang krijgt. Nou vind ik het mooi om er een voetgangetje aan te maken. Ik heb daarvoor in een bankpasje een profieltje geveild. En die gebruik ik om onderkant af te werken. De verbinding aan de binnenkant loop ik nog even extra na met een loom om ook daar de aansluiting goed dicht te maken. De pot is nou iets verder aangedroogd, hij is nog steeds meer hard, maar stevig genoeg om mee te kunnen pakken. En dan gaat hij op zijn kop in de witte slip. Ja, alle vingerafdrukken die hier achtergebleven zijn en ook de druipers die in de slip zitten, die laat ik expres zitten. Omdat juist variatie geeft in de ondergrond. Ze blijven hier in het eindresultaat zichtbaar, ook het dikteverschil van de druipers. Dat geeft de levendigheid aan de ondergrond
van de decoratie. Ja, als ik dat niet zou willen, zou ik hem net zo goed van witte klei kunnen maken. Maar dat geeft dan een veel saaiere ondergrond. Ik begin de bovenrand met een ijzerslip in te smeren. Dit is een kobalthoudende slip, dus dat gaat blauw worden. Nou is hij met de kwast verder klaar. Moet hij een heel klein beetje aandrogen en dan kan ik hem verder uitwerken met de ringeloor. Ja, daar beginnen we mee. Zwarte ringeloorslip. Oh. Moet ik even van deze kant pakken. Nu kan de decoratie, vooral de ringoorlijnen, die moeten even aandrogen. En als die droog genoeg zijn, kan die in het glazuur. De decoratie is aangedroogd nu. De pot is nog steeds weer hard. En dan kan die ook gelijk het glazuur in. Nu antracietgrijs, maar het is een transparant glazuur met een beetje ijzer erin, waardoor de witte basisslip zijn gele kleur krijgt. De pot kan nu verder drogen en wordt daarna in een gasoven op 1080 graden eenmalig gestookt.